Ga je mee op de ontdekkingsreis voor één aardverdieping op GeoGeel? Volg mij maar. Eén aardverdieping heeft een basispakket van 27 lestijden. Je hebt daarbij ook de 2 uur talentenlabs, 1 uur klascoaching en dan ga je 2 uur de lestijdenverdieping volgen. Het basispakket bestaat uit de cluster taal en samenleving. Dit is 6 lestijden. Deze 6 lestijden worden door dezelfde leerkracht gegeven. Daarboven krijg je ook nog de cluster stem. Stem zijn 10 lestijden. Wiskunde 4 uur, techniek 2 uur, natuurwetenschappen 2 uur en aardrijkskunde 2 uur. In de ene klas gaat dat 1 leerkracht zijn die al deze vakken samengeeft. In een andere klas ga je dit krijgen van 2 leerkrachten. Een leerkracht van wiskunde, een leerkracht van natuurwetenschappen aardrijkskunde en 1 van die 2 leerkrachten gaat je ook nog begeleiden voor de lessen techniek. Dan heb je ook nog de cluster vreemde talen. Van die vreemde talen ga je 5 lestijden volgen. 3 uurtjes Frans, 2 uur Engels. En daarboven heb je nog 6 lestijden voor de overige vakken. Lichamelijke opvoeding 2 uur, de levensbeschouwelijke vakken 2 uur. En bij levensbeschouwelijke vakken heb je wel keuze uit verschillende mogelijkheden op onze school. Ik noem er een paar op. Islamitische godsdienst, katholieke godsdienst, protestantse godsdienst, niet-confessionele zedeleer voor leerlingen die geen religie willen volgen. En de laatste 2 uurtjes zijn het cultureel bewustzijn en culturele expressie. Een hele mond vol om eigenlijk te zeggen dat je allerlei kunstvormen gaat experimenteren, beleven en onderzoeken. Een leuke 2 uurs vak dat de meeste leerlingen heel erg graag doen. Je hebt ook nog 1 lestijd klascoaching. Tijdens die klascoaching, wordt gegeven door een leerkracht waar dat je al heel veel les van hebt, gaat er aandacht besteed worden aan leren leren, aan het gebruik van jouw laptop, aan allerlei ICT-mogelijkheden die die laptop voor jou gaat geven. We gaan ook wel wat aandacht besteden aan de sociale vaardigheden, aan groepsbinding en zeker ook aan het emotionele welzijn. Want we vinden het heel erg belangrijk dat je graag op school bent. Want als je je goed voelt, kan je goed leren. Dus klasgesprekken worden tijdens die klascoaching zeker en vast ook gedaan. Alle leerlingen die 1A volgen, die gaan ook de talentenlabs krijgen. Je gaat 2 uur talentenlabs hebben. Als je naar het tweede jaar gaat, moet je echt al een heuse keuze maken over de richting die je wil gaan volgen. Daarom dat wij het op onze school erg belangrijk vinden dat je kan proeven van heel veel soorten richtingen die er bestaan. Je proeft van alle talentenlabs en om de 5 weken ga je een keer wisselen. Zo alleen maar kan je weten wat elk talentenlab inhoudt. Je gaat proeven van de stemtechnieken, je gaat proeven van de stemwetenschappen, je gaat ook 5 weken economie en organisatie volgen, moderne talen en wetenschappen. Maatschappij en welzijn gaat na 5 weken dit te volgen geen geheimen meer hebben. Je gaat ook nog sport en gezondheid beoefenen. Als je dit allemaal uitgeprobeerd hebt, dan ga je echt wel weten waar jouw talent ligt. En dan ga je ook ontdekken wat je niet zo leuk vond. En dan weet je ook dat je dat zeker niet moet gaan volgen in het tweede jaar. Laat ons hopen dat er zeker iets tussen zit waarvoor jij talent hebt en waarin jij heel erg veel zin hebt, zodat je in het tweede jaar een hele goede keuze kunt maken. En dan hebben we de 2 uurtjes verdieping. Terwijl andere kinderen naar de boostlessen gaan, krijg jij de keuze om iets te kiezen wat je heel leuk gaat vinden. Ben je iemand die geïnteresseerd is in taal, in geschiedenis, in cultuur, dan kan je kiezen voor het project Taal en Cultuur.
Ben je eerder een handige Harry of iemand die graag problemen oplost? Dan is Stematelier zeker iets voor jou. Of ben jij iemand die graag met sport bezig is en die graag van alles te weten komt over spieren en gezondheid en goed eten, gezond eten vooral, en over hoe alles werkt met jouw spieren en jouw lichaam, dan kies je best voor de richting sport en gezondheid. Wel, wat je ook kiest, je gaat alleszins heel veel dingen bijleren die passen bij jouw interesse.